Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het tijd voor de allereerste AliExpress video. Normaal gesproken bestelde ik altijd van Wish. Doe ik nu niet meer, want Wish heeft me te vaak genaaid. Dus we gaan nu AliExpress proberen. En de producten zijn binnen. Ze waren trouwens heel snel binnen, dus dankjewel AliExpress. Deze video is niet gesponsord. Maar kijk eens wat we hebben. We hebben gewoon super. Een boosted board. Iemand voor ons gaat ongetwijfeld vandaag een bot breken. Dat is echt super. Ik had hem dus al uitgepakt. Ik had hem al even opgeladen, omdat we natuurlijk vandaag de hele dag willen rijden. En ik heb hem stiekem al even uitgeprobeerd. Ik ging zo ongelooflijk hard op mijn plaat. Ik ga erop staan. Ik pak die afstandsbediening. Want ik heb nog nooit in mijn leven geskaten. Het enige wat ik heb gedaan is gewaveboard. Dat is makkelijk. Dat kan elke noob. Ik klik op die afstandsbediening. En ik ga zo hard op mijn bek. We hebben dit keer maar 4 pakketjes. Maar we hebben zulke vette pakketten. Dus weet je wat? We gaan gewoon gelijk beginnen met het uitpakken. Check dit. We hebben een 3D tekenpen. Pakken we er even uit. Oh, wow. Dit is een... dit is de pen. Oh, nice. Kijk, hier is gewoon een kilometer aan kabel waarschijnlijk. Wat we erin kunnen drukken. Daarna. Hebben wij nog? Eens even kijken. Volgens mij het volgende pakketje. Een verwarmde body warmer hebben we. Oh nee. Die ga ik nu even uitpakken. Ik denk dat die hierin zit. Ik denk dat het ongetwijfeld exploderen. Nee. Dit is het vliegtuig. Dit is het vliegtuig. We hadden een vliegtuig van 3 meter groot besteld. Is dit een groot? Oh, 80 inch. Dat is 3 meter. Dan gaan we zo meteen eens een helium tank halen. Ballonnetjes erbij. Ga dat ding vullen met helium. En die gaan we naar Mars sturen, ja? En de allerlaatste, een warme body warmer. Die gaan we zo ook even proberen. Maar, we gaan beginnen. Skaten. Met het skaten. We gaan skaten. Jongens, we zijn in de skatepark. Doe het. Kijk, nou, we gaan nog gelijk uitproberen. Er zitten allemaal knopjes op. Ik zet hem dus eerst even aan, zo. Je kan hem in reverse zetten, dan ga je achteruit. Je kan hem ook op het snel zetten. Ik zet hem eerst even op het meest langzame. Ja, hier gaat hij. Oh! Nou, dit is dan gewoon super. Wow, nice! Dit gaat best wel ziek. Wow! Ja, dit is het allersnelst. Jij zit te klagen, dit is snel genoeg. Oh, jezus! Ja! Doe die scherpe bocht dan, doe die scherpe bocht. Ja, kan dat niet. Doe die scherpe bocht dan. Hij doet het, hij doet het. Ik heb de scherpe bocht gedaan. Zo. Dit is dus een afstandsbediening. En je hebt dus een, kijk, een acceleration en een brake. Dus je kan hem ook gelijk remmen. En weer gassen. Kan je dan meteen ook naar achteren gaan of niet? Ja, je kan hier. Kijk, heb je een reverse knop. Als je daarop klikt, dan gaat hij naar achter. Dan kan je gewoon achter. Oké, okay, mijn eerste ramp. Oh. Ja, ja, ja. Oh. 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 Oh, oh, oh! Ik vind het best wel cool eigenlijk, want het is best wel lit. Hartslag, daar ging ik weer bijna, zag je dat? En nu reverse. Oh! Ik wil alsnog wel dat ding klaar. Oh, Jeroen gaat de pijp doen. Hier, deze kant ziet er ook minder stijl uit. Als jij de pijp doet, pijp ik jou, wat hoor? Ja? Hey Jeroen, als je je botten breekt, je weet wat met Enzo Knol gebeurde, hij ging viraal! Hey! Oké, okay. Is dit slim jongens? Ja. Ja, ik zal wel. Ja? Oké, die jongens zeggen dat ik het moet doen. Kijk, dat is heel veel vertrouwen. Nope. Oké, een echte skater, een pro skater. Gaat nu. Hij gaat hem klaren, jongens. Zijn we verantwoordelijk? Ik weet het niet. Oh, die gaat oh daar gaat hij al. Gaat-ie. Oh. Ja, hoor. Wat een man. Oh, oké. Okay. Pro skater in house. Hé, hey, doe Olly dan. Nope. Oké, Jeroen gaat echt iets gevaarlijks doen. Hij gaat 2 ramps pakken. Je mag niet remmen, hè? Oké, daar gaat hij. Hij gaat dus die pakken en hij gaat die pakken. Dus dat wordt wat. Dit gaat echt fout. Hij heeft er geen zin in. Je ziet het. Oh, dat is 1. Dat is 2. Oh, breek iets, breek iets. Gaat die poging 2, ja. Nee, dat weet je niet. Oh. Gaat die? Ja! Ja, joh! Ja, joh! Ik booste hem. Ai, ai, ai. Dat gaan we eens doen, ja. Ga er gewoon op staan. Ja? Jij stuurt en ik ga in één keer gassen. Okay, ja, ik moet er proberen op te blijven. Ja, ja. Het spel is, jij moet mij van het bord af moeten ja, proberen. Ja, oké. Okay. Dus je kan hem naar voren en naar achteren doen. Jij moet gewoon precies proberen dat ik eraf val. Oké. Dus wacht, we moeten even een timer bijhouden. Hoe lang Jeroen erop blijft staan. Ja, wacht even. Timertje. 3, 2, 1, go! Oké, break. Oh, break overleefd. Naar achter. Uh-oh. En break. Oké. Ga je niet bochtjes maken? Durf je dat niet? Ja hoor. Stop de tijd. 22 seconden. 22. Pas 3, maar. 2, 1. Boom. Hij blijft staan. Ik ben de hele tijd aan het gas en aan het breken. Hij blijft staan. Oké, gas. Nu breken. Oké, ik zet hem nu in de reverse. Gaan we even naar achteren. Hij gaat niet naar achteren. Kut, je hebt mijn tijd verslagen! Nee! Yes! Wat heb ik? Je hebt 36. Let's go! Ik wil eigenlijk stoppen, man. Echt, het is echt gewoon afkloppen dat ik nog steeds niks gebroken heb. 10 seconds later. Kut!
Doorzetarm. Ik verloor balans. Ja, door dat er iemand valt. Kom op. We hebben het. We zijn al 2 uur bezig, maar op den duur gaat er iemand vallen. Ah! Ja, ik kan het niet! Hou op! Met die instelling kun je het nooit! One eternity later. Wat jij gaat doen, jij gaat zo mijn jas aan doen. Je valt, ik weet niet hoe. Jij bent de acteur, hè? Dus daarom. Jij bent de stuntman. En je doet de capuchon op van de camera af. Iedereen denkt, oh, dat is Hannibal, wat cool. Je valt, je gaat, je breekt iets, breek iets. Wat is een zwak bot bij jou? Mijn knie. Knie, goeie. Knie. Hele knie uit de kont. Het stuk bot moet eruit steken, ja? We willen bloed zien. Oké? Hey Jeroen, jij gaat praten. Ja, Harm, daar gaat hij. Oh, Harm gaat het doen, hij gaat ze beide pakken. Kom op, Harm. Ja? Harm, eindelijk, je bent geflikkerd. Is er iets gebroken? Ja. Wat dan? Knie. Nee, man, die zit nog goed. Nog een keer. Harm, holy shit. Oké, shout-out naar Quinten, naar Sam en ja. Ik heb alles gebroken. Alles gebroken. Nou, dat was leuk, hè, dat skaten. Dat was super. We gaan nu nog iets veel leukers doen. We hebben namelijk een hele mooie helium tank gehaald. Wij gaan een heel groot vliegtuig van 3 meter opblazen met helium. Zodat hij daadwerkelijk gaat vliegen. Want wij willen gewoon dat het vliegtuig kan vliegen. Hij gaat gewoon vol, hè? Hij vliegt niet! Niet? Hij vliegt niet! Er moet meer in. We hadden ballonnen moeten kopen, joh. Ik zei het al. Hoezo ballonnen? Wat gaat ballonnen doen? Wacht, ik ga het wel proberen. Komt, joh. 3, 2, 1. Zo! Hoe kan dit? Hij zit vol met helium, hoezo? Hij toch, we moesten allemaal... Hoe zwaar is dat ding? Hij is zwaar, hoor. Hij is veel te zwaar. Nou, dat was leuk. Hij vliegt gewoon. Oké, nou, we moeten ballonnen halen. We gaan ballonnen hier aanhalen. Dat gaat ook niet werken. Dat ding heeft nog steeds hetzelfde gewicht. En helium heeft nog steeds dezelfde trekkracht. Die ballonnen maken het alleen maar zwaarder. Omdat er ook nog gewicht aan de ballon zelf zit. Nee. Je bent echt dom, hoor. Basic chemistry, bro. Oké, nou, dan gaan we nu even naar de winkel. Dan gaan we even ballonnetjes halen. Ballonnen gaan niet helpen. Als je ballonnen gaat halen, ben je... Hier, het is ook niet alsof je een beetje langzamer naar beneden gaat. Misschien wel een beetje. Nou! Dat is jouw probleem. En nou moet je je bek houden. Ja joh, hou je bek bal, je vieze vader. Op mijn hersenschade. Holy shit, ik heb echt veel dit. Er komt niet meer veel lucht uit. Ik heb nog meer. Ah, ja, het is best wel... Nu, ik heb het permanent. Jij moet echt terug naar zo... Wow! Wow. Ik ben echt nu naar Jupiter afgeschoten. Je stem sloeg even over of zo. Ik heb een lachen space ballonnetje. Oh, ik zak in elkaar oprecht. Doe dit thuis niet na. Je hebt die hele vliegtuig bijna leeg gesloten. Ah, wat denk jij dan van vliegtuigen, man, hè? Holy shit. Gast, ik ging echt bijna oud, ik zweer het je. Ik maak geen grap. Oh. Waarom is je hoofd in één keer zo blauw? Oh, dat ging echt de helft van mijn brein, joh. Zo, joh. Hier kan je een gekke high van krijgen. Oké, nou, ik ben nog steeds een beetje duizelig. Ik moet nog steeds een beetje rustig worden, maar... Komt allemaal wel weer goed. Dit is wel het gevaarlijkste moment van de video. Ja. Skateboard was risky, precies. Maar nu gaan we echt. Het skateboard was gevaarlijk. De helium was nogal gevaarlijker, want geen zuurstof in het brein. Maar geëlektrocuteerd worden door een elektrisch bodywarmer, daar moet je voor oppassen. Hij geluid! Hij is hooggeleid, G. Oh, hij is hooggeleid, G. Hoe is deze drip? Is de drip cool? Hij past een sigaret, man! Nee, dat is wel heel stereotypeerd, hè? Ja, dat is wel stereotypeerd. Oh, sorry. Ik heb bodywarmers sowieso nooit gesnapt. Waar zit die verwarmingselement? Nee. Dit is het gewoon. Dit is het. 10 seconds later. Wat zie je dit? Bij de titel staat USB, elektrische verwarming. Dus er moet wel iets van elektriciteit in zitten. USB, ja. Op de borst zit een aanknopje. Ja! Dat is een aanknopje. Een aanknop. Zou er al batterijen in zitten, is de vraag. Oh, die moeten hierachter of niet? Er moeten batterijen in. Er moeten batterijen in, waar? Er moet ergens een gaatje zitten. Dat zei je moeder gisteren ook. Er moet ergens een gaatje zitten. Niet gewoon bij die knop, achter de knop. Ik heb hem gevonden. Oh. Ja, binnen een zak. Maar dit is een USB. Je moet hem opladen. Heb jij een powerbank met een USB gaatje erin? Wat een... idee. Nee, dat is f***ing slim, want dan heb je die powerbank gewoon hier binnen. Maar ik heb echt een tering grote. Nou, weet je wat? Hè? We doen het wel op een andere manier. Nee, pak een laptop en hou de laptop gewoon vast. Terwijl je dat USB dingetje in een laptop hebt. 10 seconds later. Ja? Oké, ik heb hem aan. Oké, let's go. Ja!
Apparaat is de... Oh, apparaat JBL Flip. Nee, is iets anders. Je ziet er nu echt uit als een sukkeltje die voor Facebook werkt. Hey. Nou, echt, wat een ding. Wat is dit voor content, oprecht? God. Ja, hij wordt een beetje warm. Nou, boehoe. Nou, hij is wel echt warm. Ja, hij is een beetje warm. Hij is wel echt warm. Ja. De 3D pen, daar gaan we dan. Let's go. We gaan het ding even openmaken. Zo, je flip mee gegooid trouwens in China. Er zit een opladertje bij, tuurlijk. Het ding moet ook warm worden. Wow, allemaal figuren die je kan maken. Oké, nou, volgens mij moet het ding constant aan de stroom zitten. Het is echt heel gek. Gaat hij optellen, vet raar. Weet je wat, ik ga alvast iets erin doen. Ja. Hier, we hebben een draad. Ja, die gaan we uit elkaar halen. Jij zei dus dat het dus eigenlijk een soort van lijmpistool is. Ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon verhit wordt. En dan heb je gesmolten plastic en daar kun je dan mee tekenen. We gaan het proberen, Jeroen. Kijk, hij is nu nog rood. En zometeen dan wordt hij groen. En als hij zo groen is, dan als het goed is, zou hij dit... Oh. Ah, ja! Hij slokt hem op. Hij slokt de touw op. Begint hij? Bam! Begint hij gelijk? Oh! Nee, hij begint ook. Hij begint. What the f***? Ja, het is best heet. Het is warm. Oké, dit moet even af. Kan dit eraf? Gewoon trekken. Oh, nu pas komt de paarse. Wow, hoe doe je dit? Hoe kap je hem af? Hoe kap je hem af? Waar is een schaar? Hoe? Hier tekenen, begin gewoon met de... Het ruikt zelfs naar een lijmpistool. Hey, je moet nu gewoon tekenen. Trek hem er nou af! Oké, ik teken. We gaan echt een massieve bril maken. Even extra laag, even goed stevig die bril. Ja, probeer nu met die extra laag ervoor te zorgen dat het gewoon een soort egaal dingetje wordt. Dit slok! Oh! Kijk, ja! Het is gewoon een massief ding. Oké, niet breken. Flexibel. Yo, die achterkant is nu perfect. Oké, nee. Yo! Gast, we gaan een bril maken. Let's go. Hell yeah. Hij is niet... Ja, hij is lang genoeg. Oké, hoe doen we dit hierin? Gewoon je bek houden. Mm-hmm. Duidelijk. Oh, het knetterde een beetje. Gaat hoor, Jeroen. Oh, het kleeft allemaal aan elkaar. Druk die pennen op je tong. Doe dan. Ja hoor, dat breekt hem eraf. Het tweede deel van het brilletje is... Wat is het eerste deel? Is achter je oor. Hier zit hij nog. Satisfying. Hier nog, hier moeten ze weg. Ja, we kunnen die ruwe lijntjes kunnen we straks wel gewoon een beetje corrigeren. Zo, hij is een beetje scheef. Oké. Ja, oké, nu de andere kant. No way, dat wij dit zojuist hebben gemaakt, man. Dit is nog maar eerste prototype. Damn. Is het sick? Wat een lijpe bril. Heel erg lijp. Ja, heel lijp. Ja. Wat een tijdverspilling. Ja. Wat doen wij met ons leven? Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog. Abonneer op Jeroen's kanaal. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En tot de volgende keer. Dikke doei, dikke later. Doei.